Toch wel mooi hoe een tentoonstellingstitel je op een spoor kan zetten. Ik kom net uit het Zwitsers paviljoen en ze hebben daar een expositie die heet Vrouwen van Venetië. De titel is gewoon een bevestiging dat de aanwezigheid van vrouwen in hoeveelheid en kracht is toegenomen op de biennale de afgelopen tijden. Bij de Zwitsers gaat het overigens om Flora Mayo, de Amerikaanse maîtresse van Giacometti, die met twee verschillende video's uit de vergetelheid wordt gehaald. Overigens ook een huldebetuiging dat ze zelf een beeldhouwer was. Wie overigens hier in Venetië ook uit de vergetelheid wordt gehaald is Geta Braiescu. Inmiddels 91 jaar oud. Niemand zal ervan gehoord hebben en ik ook eerlijk gezegd niet. En wellicht is dat begrijpelijk nu ze op dit moment niet het beste werk maakt. Maar ze zorgde in de jaren 60 wel eigenhandig voor de doorbraak van vernieuwende kunst in Roemenië. En dat is toch bijzonder dat het dus hier getoond wordt. En zo is er nog meer vrouwelijkheid te zien. Bijvoorbeeld in het Egyptisch paviljoen waar Ouattas Nasser, man overigens, maar hij laat wel het belang van onderwijs in de Arabische wereld voor meisjes en vrouwen zien. In sprookjesachtige opnames. En wat te denken van Tracy Moffat in het Australische paviljoen, die een ongewone montage van Hollywood-scènes aan elkaar heeft geplakt, waardoor acteurs lijken te kijken naar bootvluchtelingen. Heel ingenieus. Tell everybody, the children, the old people, everybody. Tell my story to everyone in the world. And the message I want you to give to the world is that we refugees are human, like everyone. Over Hollywood gesproken, nog even iets heel anders op deze biennale. Een van de meest aangrijpende sensaties zal zijn de confrontatie met uw eigen vooroordelen in het Zuid-Afrikaanse paviljoen. En daar draaien ze een paar films waaruit blijkt dat u ontroerder zal raken door de rollen die Alec Baldwin en Julian Moore als vluchteling spelen, dan de verhalen van de vluchtelingen zelf. Een zaaltje verderop. Oeps, dat hakt erin. Veel plezier in Venetië.